Ik ben begonnen toen ik 9 jaar was. Ik ben nu 38, dus 29 jaar om precies te zijn. Ik ben misschien wel een gepassioneerd mens, maar zeker op iets, ja, het is iets unieks. En ja, ik vind het echt geweldig mooi. En ja, dan hoef ik ook geen passie te spelen, dat zit er dan gewoon in. En muziek is passie, hè. Dus op het moment dat je dan op een orgel zit, dan komt die passie eruit. Uiteindelijk zijn er twee redenen waarom ik bij Mixtuur terecht ben gekomen. Reden 1 is het geluid. Ja, uiteindelijk koop je een orgel niet specifiek voor wat je ziet. Maar je koopt een orgel voor het geluid. Ik ben vrij kritisch. Ja, en wat, het geluid wat Mixtuur uniek maakt. Namelijk ze ontwikkelen ook hun eigen speakersmodel. Hun eigen versterkers. Ja, dat heb ik nergens anders gevonden. Ja, en dat was voor mij de belangrijkste reden om voor Mixtuur te kiezen. De tweede, en daar heb ik ook enige tijd op moeten wachten, is ja, wat Mixtuur, waar ze op dat moment mee bezig waren, was het ontwikkelen van e-papers. Ja, en die e-papers waren voor mij, ja, die waren ontzettend belangrijk. Want ik heb 6 sample sets op het orgel staan. En omdat ik breed muziek speel, wissel ik ook regelmatig qua stijl en qua orgel. En dan is het heel erg handig dat je dus onmiddellijk de goede registernamen bij het trackregister terugziet. Het geluid, zeg maar, in de basis van de software is altijd hetzelfde, maar het geluid wat je hoort, ja, als je niet met koptelefoon speelt, heeft dus te maken met de speakers die je hebt uitgezocht en die in je kamer staan. En je zal begrijpen, hoe beter de kwaliteit van die speakers, des te mooier en beter je geluidskwaliteit is. Ik wil eigenlijk graag, daarom heb ik daar ook voor gekozen, ik wil graag gewoon het gevoel hebben dat ik ook op een orgel zit. En daarom voor trackregisters gekozen. Het fantastische van houtwerk is dus ook gewoon dat als je een ander orgel laat, dat je onmiddellijk een compleet ander klankbeeld hebt. En dat maakt het zo uniek, want op het moment dat je dan dus Klaas-Jan Mulder speelt en je wilt het echt heerlijk romantisch spelen, dan kan het op Rotterdam in de Zwelkast. Maar als je daarna zegt, ik wil nou echt even een stukje een toccata en fuge van Bach laten horen, dan laat je Haarlem. Ja, dan zit je ineens in een heel andere klankwereld. Ik heb hier orgels in zitten eigenlijk in de hoofdlijn twee stijlen. Ik heb barokke orgels, Zwolle, de Schnitzer orgel in Zwolle, echt barok, schitterend voor Bach. Ik heb orgel in Arlesheim, dat is echt een schitterende sample set is dat voor fijne barokmuziek, vroeg barokmuziek. En ik heb sinds dit orgel heb ik de sample set van Haarlem opgenomen door Voxus. En dan heb ik verder Utrecht erop zitten. Echt voor de romantiek. Nou, een heel ruimtelijke set ook. Rotterdam, als een modern orgel, waar eigenlijk alle mogelijkheden op zitten. Zowel Franse muziek als barokmuziek als modern. Houtwerk is gewoon echter en aansprekender en inspirerender. Beter om te studeren. Dus ja, voor mij was de keuze vrij eenvoudig.